En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Lego Adventkalender. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij nummertje 13 openmaken. Ik heb nu uit mogen studeren om de goede open te kunnen maken. Dus laten we nummertje 13 open gaan maken. Zo. Ik hoop dat het wat leuks is. Nee. Dit heeft helemaal niks met kerst te maken. Echt, hoe hou je het in je hoofd om dit bij een kerstpakket te doen? Ik zal zo uitleggen wat het nou moet zijn. Maar ik weet het al. Denk ik. Ja, ik weet het al. Oké, nou, je gooit het voetjes erop. En het hoofd valt alvast naar beneden. Scheelt alweer. Het is alweer lekker handig vandaag. Ja. Dingetje erop, ja hoor, mutsje erop. Ja. Wat is dit voor ding? Zo'n rugzak. Oh, dan moeten ze koppen weer af natuurlijk. Ding erop, ja. Kop erop. Zo, ja. Helemaal goed. Die is klauw. Die is klauw. Die is rug. Wauw. Nou. Dus ik ben gewoon met kerst te maken dit. Kom op, camera. Kom op. Kom op. In ieder geval, het is een inbreker met de koevoet. Met geld. Met zelfs 200 dollar / euro. Ik weet niet precies wat het moet zijn. Ik kan niet eens rechtop staan. Dus helemaal perfect. Kan je zijn voeten wat naar achter, naar voren zetten, zodat hij wel blijft staan. Niet te ver. Zo. Dit gaan we weer in het bakje, tasje, dingetje. Wauw. Kerstmis hoort voor vrede en sfeer te staan. En dan ga je een inbreker ertussen zetten. Met een koevoet. En geld. Nee, Lego, het is niet goed. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet natuurlijk niet zoals altijd een blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hier beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering van de Lego Adventkalenders. Tot de volgende keer. En ik zeg, zoals altijd... Later.